Hallo, good morning! Het is woensdag vandaag, dus we beginnen de dag met een... Hutslag! Woehoe! En mijn woensdag die begon natuurlijk weer met dit. Je weet wel wat ik gisteren heb verteld van Moeders voor Moeders. Het urine wat ik 7 weken lang opvang voor het HCG. Wat ze eruit halen voor medicijnen voor andere moeders die moeder willen worden. Hoe ik de eerste dag ervaar. Wat... Een stank. En ik doe echt heel ver van me af, zo dat erin. En dan snel wegzetten. En dan in de ochtend is het weer wat minder erg, want dan pak je weer een nieuwe. Nee, ja, maar hier zit geen plas in. Er zit ook iets in, wat je ruikt. Ja, dus ze hebben er iets in gedaan, wat je dus al ruikt. Hier zit geen plas in, maar dit ruik je wel. Maar verder gaat het hartstikke prima. Gewoon urine opvangen, erin doen en deksel dicht en klaar. Dus valt best mee. We gaan vandaag sporten. Ik ga sporten met Bart. Jola is thuis. Jola die gaat vanmiddag even mee naar de bibliotheek met mij. Gaan we leuke boekjes zoeken over zwangerschap en over vegan. Ik moet nog wat pakketjes versturen. En verder vanavond gaan we gezellig eten bij vrienden van ons. Dus ja, dat gaan we doen. En wij beginnen met een theetje. En natuurlijk drink ik een rooibos thee. En waarom drink ik rooibos thee? Omdat rooibos thee, daar zit geen cafeïne in. Dus dat is top. Hey, moet je wakker? Wil je niet naar buiten? Ja, denk ik. Kom maar. Kom maar. Mwah, denkt hij. Als je zo'n riempje pakt, ja? Denk ik wel. Ja. Dat is echt ja. Zo. En ik begin de dag met havermout, amandelmelk, banaan, blauwbessen en kiwi. We hadden nog 2 dozen eieren en die moeten op. En hier ga ik zo van genieten. Dat ga ik wel missen straks. En kaas ook, hè? Ja. Ik ben een spelletje aan het spelen met Jola. Haha. Dit zijn mijn kaarten. Mag Jola niet zien. Oh jee, Jola is aan het winnen. Ze heeft al 2 kwartets en ik nog 0. We zijn in de piep boekjes aan het zoeken over zwangerschap. En ik heb ook al vegetarisch koken. Oh ja, dat is wel handig. 2 weken. Kijk eens, staat er 13 weken. Oh ja. Hier 6 weken. Oh, 6 weken. Echt mooi. Ja. Zo prachtig dit boek nemen we. Ja. Even een pakketje versturen. Moet ook gebeuren, hè? Pakketje, ja. Wat zeg je? Lippen plakken aan elkaar. Huh? Pakketje. Pakketje. Oeh, daar heb je ze weer. Jola is helemaal gek van deze dingen. Hoe doe je het hier? Het staat er niet bij. Wow, €12. Nou, de planning was, zoals ik had gezegd, dat we vandaag zouden gaan sporten. Maar Bart hier... What? Die was de hele tijd aan het werk. Sorry. En nu zijn we mee met Bart naar zijn werk iets. Dus we hebben nog niet gesport. Maar goed, misschien komt het nog en anders morgen. Ik heb even een afspraak met een kandidaat. En dat is vlakbij waar mijn compagnon woont. En daar gaan we eten. Dus ja, we gaan straks bij de compagnon van Bart en zijn vrouw eten. Linda en Daan. Vrijdag hebben we gewoon de volledige veganistische maal. Mooi, komt goed uit. Zo, maar dan zitten moeten we de hele tijd zo zitten. Tada! Nee, die moeten we er juist in laten. Oké, is goed. Nou, kwartet nummer 2 van deze dag. Oepsie, we hadden Juderans besteld voor Jola, maar het komt wel in een heel deftig glas. Hou het goed vast. Hou het goed vast, schat. Ja, deze kunnen we allemaal drinken. En anders?
Pinky. Ja, maar is geen thee. Ik heb lekker een theetje. Wel, we hebben allebei al één kwartet. Robin en Mila. Ja, en dat is Dieseltje. Hey Diesel. Hey. Want je daar? Want je mama? Want je Linda? Want je Jola? Zo grappig. Everything about you. Linda heeft ijs zelf gemaakt met banaan. Ja, wauw. Dat ziet er super uit. Een gezond toetje. Ja, lekker. Een binnenkant. Klopt. Ja. Daar ging het. Je weet hoeveelste potje kwartettitel is voor mij van deze dag. Ik denk dat. Kijk hoeveelste. Hé, hey, Bart mag het ook zien. Nee, hey, is de postmuis. Oh. Bart en ik hielden ze bij elkaar en toen hadden we samen een kwartet. Hey. Lief, hè? Hij wil denk ik gewoon spelen. Op zoek naar vakantiehuisjes voor je pizza. Jij denkt nu ineens wel dat het een meisje wordt? Nou, ik denk toch broertje, want deze is groter. We gingen de ballonnen in huis tellen. Toen dachten we, waar er het meeste van zijn, dat wordt het misschien wel. Ja, ik denk dus een jongetje, maar ik wil een zusje. Maar nou, allebei zijn wel. Maakt toch niet uit. Allebei zijn. We zijn weer thuis, zoals je ziet. Ja. En we hebben heerlijk gegeten bij Daan en Lin. Super lief. Hele lekkere dingen hadden ze gemaakt. Oftewel Linda. En hele leuke cadeautjes hebben we gekregen. Ik heb dit gekregen en mijn haarband zal ik ook even laten zien. Au, au. Zo, kijk, ik heb een Elsa haarband. Ik ben er weer fan van natuurlijk. En ik heb ook een cadeaubon gekregen. Ja. En Bart, die heeft een papa boekje gekregen. Papa boek gekregen en mama heeft een zwangerschap. Ja, ik heb deze gekregen. En ik heb geen vlees gegeten, dus. Ik ben heel veel minder. Ik ben veel minder dan normaal. Very good. Staat een klopje. Ik ga vast gedag zeggen, ik ga Jola in bed leggen. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog van deze dag. Wij gaan lekker naar bed allemaal. Ja. Doei doei, tot morgen. Doei. Niet vergeten te abonneren als je nog niet bent hier. Gratis. En gratis, ja. En geef duimpje omhoog. En abonneer beneden. Haha.